en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen van Be Creative Makeup. Ik heb dit pakketje ontvangen in PR. Dit is hun pastel getaway collectie. Dus alles is helemaal zo pastelpaarsachtig. En er zijn best wel veel producten. 2, 4, 5, 6, 7 producten. Dus dat is voor de tijd van nu een best wel grote collectie. Voor de mensen die Be Creative Makeup niet kennen, dat is een Nederlands merk te koop bij Easy Paris. Ik heb ook heel vaak samenwerkingen gehad met hun op Instagram. Dit van vandaag is geen samenwerking. Ik heb het gewoon ontvangen in PR. En ik heb gewoon helemaal zelf besloten om er een video over te maken, omdat ik de make-up er best wel goed uit vind zien. En omdat dit een merk is die ik niet echt heel vaak heb gebruikt op mijn kanaal. En het is weer leuk, ja, om dan weer dat te testen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, let's do this. Ik heb 1,5 uur voor deze video voordat ik weg moet. Dat is niet heel lang. Nou, dit is dan het hele pakketje. We krijgen een hele mooie baked blush. We krijgen een baked bronzer. Een setting spray. 2 liquid shadows. Een groot pastel getaway eyeshadow palette. En een blauw oogpotloodje. Het blauw oogpotloodje vind ik wel een beetje random, maar voor de rest ziet alles er wel gewoon goed uit. Laten we hem openmaken. Dit ziet er allemaal echt heel goed uit, jongens. Ik ga gewoon beginnen met de oogproducten, dus deze hier. Ik ben altijd best wel te spreken over alle make-up van dit merk, dus ik ben benieuwd. Nou, dit is dan het paletje, een beetje een klein paletje. En hier achterop staan de kleuren. Hele mooie pastelkleur, I like it. En dit is dan de inhoud, een grote spiegel en prachtige matte en glanzende kleuren. Ik moet wel zeggen, voor een pastelpaletje mis ik wel een beetje pastel. Dit is de enige pastelkleur. De matte en deze twee glanzen. Maar zijn ook wel een beetje pastelkleuren. Maar voor de rest is alles gewoon een beetje zo bruinig, roze, neutraal. Maar ik vind het wel een mooi paletje. Ik zie hier echt genoeg kleuren om echt een hele look mee te maken. En de kleuren gaan ook allemaal heel goed samen. Dit is een pressed glitter, by the way. Deze kleur hier in het midden is een pressed glitter. Ik hou van pressed glitters. Kijk even dit. En dit is gewoon een normale glanzende kleur. Wow, ze zijn wel allebei heel heftig. Ik ga even gewoon ook nog 2 matte kleuren swatchen. Wow, dit ziet er echt heel goed uit. Wauw. Ik moet ook zeggen, ik heb vaker oogschaduws van hun gehad. En ze zijn altijd echt heel goed. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Oh, dit zijn lipglossjes. Ik ga stuk. Dit zijn 2 glossjes. Ik dacht dat dit liquid oogschaduwen waren. Maar dit zijn dus 2 glossjes. Deze gloss heb ik volgens mij al een keer gehad. Oh nee, Shiny Whisper. Volgens mij heette die niet zo. Oké, nou, ik kan hem in ieder geval niet meer vinden. Maar dit zijn de 2 kleuren. Deze kleur lijkt echt heel mooi. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Deze is echt super glitterig. En die andere is ook heel glitterig. Ik ben niet een fan van hele glitterige glossjes. Maar we gaan het zien. Kijk, dit zijn dan de kleuren. Zie je hoeveel glitter erin zit? Maar wel heel mooi, heel glossy. En de kleuren zijn heel mooi. Vooral deze kleur hier vind ik echt heel mooi. En dan hebben we ook nog dit blauw oogpotloodje. Ik snap niet waarom we een blauwe krijgen in plaats van een pastel. Maar ik denk niet dat ik hem ga gebruiken. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn met jullie. Ik ga echt absoluut geen blauwe look maken vandaag. Dus hiermee ga ik gewoon iemand anders blij maken. Oké, dat zijn dan voor nu de producten. De bronzer, blush en de setting spray zijn voor straks. Ik ga dus voor nu een look maken met dit paletje. Ik vind hem er echt zo mooi uitzien. Wauw, oké. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, ik was al begonnen, maar mijn camera stond niet aan. Godzijdank heb ik nog niks gedaan. De look die ik vandaag ga maken wordt draagbaar, want ik heb zo een afspraak. Maar ik ga wel voor gewoon een hele leuke look. Glittertjes, paars, et cetera. Ik ga beginnen met de matte kleur hier beneden. Die heet Lilac A Lot. En die ga ik aanbrengen in mijn hele arcadebo. Dit is wel een beetje een moeilijke kleur. Er komt ook niet heel veel van af. Ik zie bijna niks. Nee, die kleur is te licht voor mijn huidskleur. Ik ga stuk. Je kunt hem amper zien. Nou, ik vind het wel een beetje jammer dat je de kleur amper kunt zien. Want dit is wel echt gewoon dé paarse kleur van dit paletje. Ik heb best wel veel aangebracht. En ik vind dat je hem nou wel gewoon kunt zien. Dan ga ik in met de matte roze kleur hier. Die heeft Softly Pastels. En die gaat ook in mijn arcadeboog. Ik wil het eigenlijk een beetje donkerder maken met de bruine kleur hier. Maar ik ben bang dat dan heel dit paarsig weggaat. Dus ik denk dat ik het gewoon niet ga doen. Ik ga die 2 matkleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, ik moet wel zeggen, ik vind dat de matkleur een beetje tegenvallen. Ik vind ze niet echt heel gepigmenteerd. Ze zijn ook een beetje poederig. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier. Die heet Picnic Dates. Die pak ik gewoon met mijn vinger. Die voelt echt fantastisch aan. Die gaat over mijn hele ooglid. En die glanzende kleuren zijn wel echt heftig. I love it. Wauw, dit is echt prachtig. Dan pak ik de pressed glitter hier. Die heet Candy Coated. Oh, ik heb een beetje te veel gepakt. Ik heb echt veel opgepakt. En die breng ik dan gewoon aan op die glanzende kleur. Het is wel echt heel mooi, jongens. Ik vind het zo jammer dat die matte kleuren echt helemaal niks zijn.
Want dit is echt fantastisch. Ik denk dat ik gewoon weer inga met deze glanzende kleur hier beneden. En dat ik die ook gewoon een beetje ga aanbrengen op de onderste wimperrand. Normaal breng ik hier geen glanzende kleur aan, maar ik ga het nu toch wel gewoon doen. Dan pak je deze hele lichte roze glanzende kleur. Die heet Cat & Cloud. En die breng ik in de binnenste ooghoek aan. En dan met wat er nog een beetje op de kwast zit, ook een klein beetje onder mijn wenkies. Kijk even hoe mooi deze glanzende kleuren zijn. Let niet op de matte kleuren. Maar deze glanzende kleuren echt fantastisch. Oké, nou dit was het dan eigenlijk gewoon basically voor de ogen. Ik ga wimpertjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de ooglook is af. Ik heb nog het een en ander gedaan. Ik ben toch alsnog ingegaan met deze bruine matte kleur hier. En die heb ik een klein beetje aangebracht in mijn arcadeboog en op de onderste wimperrand. En die kleur bracht op zich wel gewoon oké aan. Ik heb ook een wing aangebracht. Die is in het paars. Zie je dit? Die is van Makeup Studio in de kleur purple. Gewoon heel simpel. Echt een hele mooie paarse eyeliner. En wat ook cute hieraan is, als je dit eraf haalt, heb je zo'n kwastje om het mee aan te brengen mocht je dat willen. Die heb ik niet gebruikt, maar is wel handig. En ik heb een paars oogpotloodje aangebracht in mijn onderste waterlijn. En that's it. De wimpers die ik op heb zijn Fab Lash van mijn wimpercollectie in samenwerking met Pussy Shop. Alleen zijn helaas niet meer te koop. Maar ja, I love my wimpers. Oké, dan ga ik nou bronzen met deze baked bronzer. Het is een baked bronzer, dus hij gaat glanzen. Er is maar één kleur, maar de kleur ziet er op zich wel goed uit. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is best wel groot. Wat de F. Je kunt hem gewoon zo opendraaien. En dan is dit hoe hij eruit ziet. Ik moet zeggen, hij ziet er echt heel goed uit. Hij is ook echt best wel groot. Dat vind ik fijn, want mijn bronzen kwast is ook heel groot. En dan kan ik er zo lekker makkelijk in gaan. Ik heb nog helemaal niet gebronsd, niet gecontourd, niks. Oké, dit is dan de kleur. Ik heb het hier gedaan en hier nog niet. Kijk even het verschil. Ik vind hem er echt goed uitzien. I like it. Nou, deze bronzer is echt geweldig. Hij blendt ook heel fijn in. Hij is niet te glanzend. Dus dat vind ik wel belangrijk. Want ik wil niet dat heel mijn gezicht gaat glanzen. En hij is een beetje rood bronzy. Maar dat vind ik op zich wel mooi. I like it. Hij is goed voor mijn huidskleur. En dan hebben we hier ook de Baked Blush. Ik hou van Baked Blushes. Ik vind het altijd heel mooi. Wat de kleur. Er staat geen kleur op volgens mij. Nee. Oeh, ziet er mooi uit. Even groot als de bronzer. Oh, de kleur is Head in the Cloud. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Ook weer fijn dat hij zo groot is. Nou, die gaan we ook eventjes aanbrengen. Mooi. Ik ben echt heel blij met de gezichtsproducten tot nu toe. Ik zie wel echt glans. Hij glanst meer dan de bronzer. Maar wel gewoon mooi. Het is niet te veel en er is wel gewoon genoeg pigment. Ik heb heel vaak met baked blushes dat ze te veel glans hebben en niet genoeg kleur. Maar dat is hier niet het geval. Je ziet echt gewoon de kleur. En de glans is er gewoon een klein beetje. Er moet meer kleur zijn dan glans. Nou, en dan hier de twee glossjes die ik jullie net liet zien. Ik wil deze gaan aanbrengen. Deze is ook echt heel mooi met die blush. Kijk even wat een mooie combinatie dit is. Maar ik ga eerst deze wit gaan aanbrengen om het gewoon jullie te laten zien. Ja, hele fijne gloss. Kijk hoe mooi glossy. Wel echt veel glitters, maar ik moet zeggen dat ik me er niet per se aan stoor of zo. En het is ook heel mooi als een liptopper. Dus op een lipstick of op een matte liquid lipstick is het echt heel mooi. Of gewoon zo alleen. Er zijn echt best wel veel glitters, maar op de een of andere rare manier stoor ik me er niet aan. Oké, dan ga ik nou deze andere aanbrengen. Ja, ook weer heel mooi. Zoals je ziet, niet super veel pigment, want het is wel een glossje. Maar ik zie nog wel echt zo deze kleur erin zitten. Ook best wel glitterig, maar ook weer hier stoor ik me er niet aan. Deze vind ik op zichzelf echt heel mooi, maar obviously je kunt hem ook weer als liptopper gebruiken. Kijk hoe mooi, ook helemaal niet plakkerig, kijk. En dan gaan we de look afronden met de setting spray. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Oh jongens, ze zijn weer allemaal bezig in onze straat. Ik weet niet of jullie het horen, maar what the f. Zo ziet hij eruit, gewoon heel... simpel. En dit gaat ervoor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Hij spreekt oké. Hij ruikt lekker. Weet je wat ideaal was geweest als hij rookt naar lavendel? Dat zou echt de perfecte geur zijn voor heel deze collectie. Oké, ik zie dat het mijn gezicht echt wel een beetje hydrateert. Dat vind ik wel fijn. Nou, ik vond dat het vandaag echt best wel goed ging. Echt een goede collectie dit. Het enige wat ik eigenlijk niet echt aanraad is dit paletje. En puur omdat ik gewoon de matte kleuren niet zo goed vind. Als jij iets hebt van Sarah, ik vind die glanzende kleuren prachtig. Ik wil gewoon die kleuren. Dan zou ik het paletje zeker halen. Want de glanzende kleuren... en die glitter zijn echt fantastisch. Super mooi. Alleen die matte kleuren, ja, nee, it ain't it. De glossjes zijn heel mooi. De bronzer is mooi. De blush is mooi. De spray vind ik heel fijn. Voor de rest vind ik echt alles toppie. Wel is er van alles maar één kleur. Dus maar één bronzer kleur, één blush kleur. Als je een medium huidskleur hebt, als ik, dan gaat het echt ideaal zijn. Maar als je of een hele lichte of een hele donkere huidskleur hebt, dan gaan ze waarschijnlijk niet matchen. Vooral de bronzer. De blush kan echt met nog best wel veel huidskleuren. En de glossjes ook echt super cute.
I like it. Echt een goede collectie voor een goede, relatief betaalbare prijs. Dus ik raad het zeker aan alles, ja, behalve het paletje dan. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat jullie ervan vonden. Wat voor video's jullie nog meer willen zien. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!